Een verkeersruzie lijkt de aanleiding voor een schietincident vanochtend op het Soestdijkseplein in Den Haag. Het voorval had plaats rond 10:30 in de ochtend. Twee automobilisten kregen al dus de politie ruzie op het Valkenbosplein. Op het Soestdijkseplein kwam het tot een confrontatie waarbij de ene bestuurder de ander bedreigde met mogelijk een ijzeren staaf. De andere automobilist trok hierop een wapen en schoot. De politie Den Haag meldt dat de twee hierna weer achter elkaar aanreden, waarna op de Erasmusweg, vlakbij station Moerwijk, een aanrijding ontstond met verschillende voertuigen. Een van de twee ruziemakende bestuurders koos hierna het hazenpad. De politie is naar hem op zoek. De andere automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook een tweede persoon raakte gewond. Wat zijn of haar betrokkenheid bij dit incident is vooralsnog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek en hoort verschillende getuigen.